Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Marner und lesen Sie die Frau. Heute spreche ich die deutsche Bevölkerung an. Hallo iedereen, welkom bij Mannen lezen de vrouw. Het begin van deze video is ook zeker bedoeld voor alle Duitse kijkers, want ik heb afgelopen zondag natuurlijk Zondag met Lubach gekeken. En daarin zag ik dit fragment. Misschien kan de RVD anders Arjen Lubach vragen. Een filmpje met vrouw Antje die zegt: "Wir lieben Sie, aber leider ist es besser für Ihre und unsere Gesundheit, wenn wir uns ein Weile nicht sehen." En nou, Algemeen Dagblad. Zo'n suggestie laten we natuurlijk niet liggen. AD maakt zelf een filmpje. We zijn hartstikke druk, gek. Dus ik dacht: maar als Zondag van Lubach geen filmpje wil maken, waarom laten ze mij, Harme Frodo, dan niet het Bleib zu Hause filmpje maken? Dus welkom bij het Bleib zu Hause filmpje van Harme Frodo. En aangezien de meeste Duitse bevolking geen enkele moeite doet om Nederlands te leren, ga ik de rest van dit filmpje nasynchroniseren. Und dass sich kein Deutscher bemüht, Nederlandisch zu lernen, wird der Rest des Videos synchronisiert. Oh, blijkbaar kon dat gewoon live. Ik heb dat helemaal nooit geweten. Oh, anscheinend kannst du das einfach live machen. Ich habe das nicht... Oeh, je moet natuurlijk wel een beetje opletten wat je allemaal in het Duits zegt. Kom ik nog maar net onderuit. Maar trouwens, als ik mezelf in Mannen lezen de vrouw kan nasynchroniseren, kan ik ook gewoon Mark Rutte nasynchroniseren. En dat is nog veel makkelijker. Goedenavond. Jeder bleibt einfach zu Hause. Welkom terug bij de seizoensfinale van Mannen lezen de vrouw, aflevering 20. Vorige week heb ik de vrouw nog geprezen omdat het enige blad was wat het gewoon volledig niet over corona had. Ik wist niet dat censuur van nieuws zo simpel was. Nee, dat is flauw grapje. Maar nu staat ook dit tijdschrift helemaal vol met coronamaatregelen en dat soort dingen. Dus ja, je wordt er allemaal niet heel happy van. Ondertussen, je kan corona natuurlijk ook gewoon niet meer ontkennen. Misschien dat ze dat in Zuidoost-Turkestan nog kunnen door bepaalde woorden gewoon te verbieden of dat soort dingen. Maar in Nederland, het wordt gewoon heel moeilijk. Dus zelfs in het magazine van De Telegraaf kom je dat soort dingen ook tegen. Het blijkt dus dat dit tijdschrift 3 weken van tevoren al klaar ligt en af is. Nou, dan is het logisch dat ze nu pas met corona komen. Want we zitten in week 3 ongeveer. Ik vraag me wel af of ze hier dan ook heel erg achterlopen. Een beetje zoals Rutger in de allereerste corona-podcast. Ik denk niet dat het een pandemie gaat worden. En trouwens, ik kan het bewijzen met dit artikel uit 2011. Nou, je komt er niet heel ver mee, moet ik zeggen. En natuurlijk krijg je hier ook de standaard tip zoals: bezoek niet je oma. Ik moet altijd zeggen dat ik dat best wel zielig vind voor opa. Gewoon van, ja, zolang oma niet bezocht wordt, prima, maar als je naar opa wil, ga je gang. Maar er zijn dan ook mensen die van heel corona nog niks hebben begrepen in hun interviews. Geeft iemand als antwoord op een vraag: 2 optredens op een avond vind ik prima. Een derde gaat te ver. Ik moet zeggen dat het idee vaak is dat je de coronalijn al iets eerder trekt en niet bij het derde optreden op een avond. Dan heb je al ongeveer 15.000 mensen besmet in een lege Ziggo Dome, dus tja. Dan nog een column over mensen die het moeilijk vinden om kinderen mee te nemen naar een museum. En dat snap ik, want kinderen die gaan aan die schilderijen zitten en zo. En dan moet je weer roepen: niet aan de schilderijen zitten, anders krijgt een meisje met een parel een ziekte. Oh. Ik moet zeggen dat als alle maatregelen allemaal niet nodig waren, ik heel graag heel veel andere gasten nog had uitgenodigd bij Mannen lezen de vrouw, nog een hele hoop echt toffe dingen had willen maken. Ik had voor de 20e aflevering oorspronkelijk Mannen lezen de vrouw met Noah Sambrink staan. Helaas gaat dat niet door. En dat vind ik ook jammer. Mannen lezen de vrouw is per deze aflevering ook afgelopen.
Maar ik wil proberen dat. Mocht er een mannenleesde vrouw seizoen 3 komen, mochten jullie dat willen, laat dat zeker achter in de reacties. En dan ga ik voor mannenleesde vrouw seizoen 3 gasten regelen voor bijna elke aflevering. Dus in ieder geval meer dan de helft van de aflevering krijgt dan een gast. Maar dat gaat sowieso over een hele lange tijdpad zijn. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar dit seizoen. En dan kunnen jullie nu nog even een paar korte highlights zien van de afgelopen 20 afleveringen van Mannen Lezende Vrouw. Tot ziens. Tot later. Erger je trouwens niet te veel aan de muur achter mij. We zitten midden in de verbouwing. Hiernaast is de badkamer die verbouwd wordt. En er zijn per ongeluk een paar gaatjes in de muur gekomen. Er zijn nog altijd mensen die denken dat vrouwen minder goed kunnen autorijden dan mannen. Er zijn zelfs landen waar vrouwen om die reden niet eens mogen autorijden. Het is slim dat we de naam van de vrouw veranderen naar zomer. Zo'n rare marketingtruc, ik snap het gewoon. En de meest domme, achterlijke, bizarre, niet doordachte marketingstrategie. Hij is wel veel dikker dan normaal met zijn zoon. Ik weet zelf altijd dat, ik heb dat zelf wel heel vaak meegemaakt. Dan denk je, oh, het is echt lekker weer, gemakkelijk op het strand blijven. Dan blijf je heel lang op het strand. En dan, als de zon dan onder is, dan gaat het heel snel koud worden. Hoeveel glazen per instantie? Ik drink het Ik dacht opeens hieraan. Ik heb een keer op de achterkant van het NE's gestaan. Met mijn kompie. Normaal lezen we de meeste columns niet helemaal. Maar maken we er één of twee grapjes over. En is het dan klaar. Maar vandaag gaan we een column helemaal lezen. Ik vraag me af hoeveel mensen het dan allemaal lezen. De Rotterdammer Alfred Muller, eigenaar van een schadeherstelgroep, is een man met passie voor snelheid. Dat is 8 weken. José Borre, 42, is een vrouw van de moeder van de kinderen 5 en 10. Dus ja, ik snap het wel. Als kinderen thuis zijn, dan heb je nog altijd een doel van. De tip die ik gewoon die mensen wil geven in je leven, dat duurt lang genoeg. Geniet ook soms gewoon. En verliefd op een moordenaar. Misschien het enige zinnetje wat nog enger klinkt is: ik ging op bezoek bij mijn schoonouders in het slachthuis. En ik heb jullie beloofd dat er bij Mannen Lezende Vrouw gasten zouden komen. Oh. Ja. Hallo kijkers. Hey, hallo. Maar dan denk ik van lach, hel en zing mee. Zou het toch een beetje raar zijn als je daar zo vol van het podium staat en dan zegt: we laten tranen lopen, maar dit keer van geluk. Doorlopen, het regent. Nou, ik heb hier tips. Als ik altijd doe, als het regent, dan doe ik een muts op mijn hoofd. Mijn kraag staat omhoog. En ik heb gevraagd als ik dan niet meer naar school mag, omdat het daar te gevaarlijk is met dat hele virus. Mag ik dan bij jou schuilen? Want het bestaat letterlijk. Bruno Bruin, zij zelf. Van de B van wij, heel oranje staat zij aan zij. Wil je weten hoe het danst zonder mij?